Goedendag mensen thuis. We zijn hier wederom in het Wantai Park. En ik word besnuffeld door een man. Goedendag meneer. Hey. Mogen wij met u meelopen? Ik ben Gor. Orlacé. Dit is Barnyard de hond. Ja. Barnyard is dyslectisch. Pas wel, kon die eerst wel lezen dan. Ja, oh daar is ook hond. Barnyard nee. Woef, woef. Nee Barnyard, nee. Woef, woef. Nee, ah. Hij moet zijn bek houden, hij is kankerlijk. Well, you can now know. So grab your hat and your walking shoes. Pick yourself up and go. Vast wel, Barnyard de hond mag het niet. Hij is klaar. Yvonne verkracht. En 31ste. Uit het vierkant. Constantal. 1977. Het beeld uit het vierkant is een schoolvoorbeeld van hoe het met uiterst eenvoudige beeldmiddelen in uitwijkende ruimte wordt bereikt. Het beeld zuigt je naar binnen en neemt je uitblijk van de positie, maar naar omgekeerde verten. Dat is fout. Dat is niet waar. Dit is Gerard. Maar niet Jolink. Maar wel op zijn broer. Maar toch ook weer niet. Maar dit is een spiraal. Mensen zien dat niet. Spiralen zijn meestal rond. If you never take a look, then you'll never know. So go walking. Zoals je hier kan zien, misschien moet je even kijken. Nee. De voorkant is die weg van de vierkant. Maar toch is het een spiraal. Het is een spiraal waar het geloof, Gustavisme, is ontstaan. Die is hier uitgekomen alsof hij een eitje legde. En toen is het ontstaan. Zoals je bij Mavro Stek kan zien. Dat is een van zijn eerste kinderen. Maar misschien ook zijn tweede. Loop maar even mee. Is het hier allemaal begonnen? Hier zo. Gaat nog een stukje dieper onder de grond. Daar is het Gustavisme begonnen. Ja, dat is gewoon een mooi stukje om te zien wat het nog bestaat. Het is niet eens een film niet mijn gezicht. Film niet doen. So grab your hat and your walking shoes. Pick yourself up and go. Come on, walking down the back roads of my mind. I'm strolling through the kaleidoscope of the inner. Heb je ze gepenetreerd? Ja. Heb je hier van deze? Bang! Hoi! Kom hier. Avondeten met Rob in het duister. Lampjes branden. Doe je hem open? Ik zie geen Jota. Ik zie onfocus. Ja, dat is beter. En nou, dat doe ik maar open. En hoe lang moeten ze? Ja, wat is dat normaal? Ja, het staat op de achterkant. Zoals we kijken. Circa 4 minuten. Ik heb allemaal van die handige schuif dingen. Hoeveel? Zei u? 4 minuten. Oh, circa 500 bar. Dat heb ik niet. Dus hij gaat gelijk op 400. Oké, dan is het nu meer van worden. Nee, gewoon. Nou, take it easy. Lemme squeezy. Take it easy, like a easy thing. We zijn hier weder. Maal. Bij Steno Granaldo Mondwende. Dat vindt hij lekker. Af en toe moet je even op zijn gepierste puntje.
om even strelen, kietelen en liefhebben. Hij heeft graag lief. En als je iets van elastiek of touw bij hebt, oh, dan is dit je man. Hij houdt van bondage. Maar het is een steen, dus hij komt niet vaak in aanraking met touwen en dergelijke. Martijn, wat vinden we nu van Anouk? Ik ben boos. Ik ook. Ik ben zeer ontevreden over deze situaties. We moeten gewoon pizza gaan eten. Alweer pizza. Gezond eten. Voor onze vetklonten. Ja. Op onze gezichten. Anouk, je bent gemeen. Je bent stom. Ja. U hebt meer ingestemd in wettelijke feiten. Ja, maar ik ben 8. 18 jaar celstraf. Oh. Maar welk ras is het? Welk ras? Wat zie je toch, joh? Ik zie het. Het is een... Beagle. Een beugel. Oh! Ik laat mijn hond vallen. Maar, zoals jullie niet zien, zoals wij wel, zoals onze kinderen misschien nu gaan zien... Hij heeft... De rimpels. Deze rimpels heb ik er net vers ingeslagen. Kijk, als jullie konden voelen, voelde je gewoon nog dat het warm was. Ik heb gewoon allemaal gewoon karate chop, zo klets, kabang, come on, get. Hier begon hij te creperen van de pijn, maar daarom is die ook lekker diep en kort en scherp. Toen heb ik die daarna gewoon even zo erin getikt. Hij was niet helemaal blij met mij. Jullie mogen het wel voelen. Hij was in eerste instantie niet echt tevreden mee, maar het is net als een tattoo of een piercing. Het doet in het begin even pijn, maar daarna ben je er stiekem toch wel blij mee en vind je het stiekem ook wel lekker. Druipneuzen. Dus wat hebben we geleerd? Het getal 5 komt voor de 6 en 7 en niet na de 8. Waarom niet na de 8? Nou ja, dan moet je je bedenken dat na de 8 de 9 komt en niet de 5. Fucking biscuits. Biscuits. Whiskits. Zo, mensen. Fucking biscuits shit, man. Ja. Yeah, man. Apple. Yeah. Ja, top.